Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op vrijdag 3 januari. Veel bewolking boven Nederland en er valt ook af en toe motregen. En vanuit het westen kan het ook nog af en toe wat harder gaan regenen. De temperatuur ligt vanochtend zo rond de 8 à 9 graden. Dat is bijzonder zacht. Verder waait er een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag gaat het vanuit het westen droog worden en later komen er ook wat opklaringen. In het oosten duurt het wel tot de avond voordat het droog wordt. De temperatuur vanmiddag tussen de 8 en de 10 graden. Vanavond klaart het dus steeds meer op en daalt het kwik naar een graad of 5. De wind die draait naar het noordwesten en neemt geleidelijk aan af. Vannacht blijft de mediumtemperatuur wel boven het vriespunt, maar in het binnenland kan het wel een graadje of 1 worden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en mogelijk in het noorden wat regen. De temperatuur ligt tussen de 6 en de 8 graden. Er staat een maat tot vrij krachtige wind uit het westen. En zondag verandert er niet zo heel veel. Hoewel er wel vrij veel bewolking aanwezig is. Alleen in het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt dan zo'n 7 graden. Ook maandag temperaturen rond de 6 à 7 graden. En dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Mogelijk in de avond dat er wat regen gaat vallen. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk wisselvalliger.